we zijn hier vandaag bij Bram en die had een vraag over wurgslangen. Ik ga eens even kijken of die thuis is. Hoi, hi. Ben jij Bram? Ja. Ik ben Annemarie. En volgens mij had je een vraag, of niet? Ja. Waarover ging die vraag? Hoe doet de wurgslang zijn prooi? Ik heb het antwoord. Dan zullen we het antwoord gaan kijken op het dvd'tje? Ja. Leuk. Nou Bram, ben je er klaar voor? Ja, zeker weten. Nou, dan gaan we maar aanzetten. We zijn hier vandaag in de Burgerzoo om jouw vraag te beantwoorden over wurgslangen. En die vraag was, hoe doodt een wurgslang zijn prooi? Nou, we gaan eens even zoeken naar het antwoord. We staan hier bij de wurgslangen in Burgerzoo en we hopen daar een antwoord te vinden op jouw vraag. Nou Jan, we staan hier bij de wurgslangen. Nou hebben wij eigenlijk een vraag gekregen van een jongetje en dat de vraag luidt als volgt. Hoe doodt een wurgslang zijn prooi? Kan je me daar een antwoord op geven? Ja, wurgslang zegt het eigenlijk al een beetje. Hè? Je wordt gewurgd, dus je stikt eigenlijk. Dus die slangen die brengen hun prooi door verstikking om het leven. Dat wordt tenminste zo gezegd. Tegenwoordig denken we daar eigenlijk wel een heel klein beetje anders over. Wat die slangen doen is wel hun prooi eerst met de bek grijpen. Dus ze grijpen vast en dan slingeren ze meteen het lichaam eromheen. En dan spannen die spieren zich continu aan. En hoe verder jij, zolang ze beweging voelen, dus iedere, moet ik het goed zeggen, uitademing, dan spannen ze die spieren strakker aan. En dan kun je dus de volgende keer minder inademen. Maar eigenlijk ga je eerder al dood, niet door verstikking, maar doordat je bloedtoevoer wordt gestopt door die slangen. Ze knellen zo hard om je lichaam heen dat de bloeddoorstroming niet meer voldoende is. Ja. En dan gaat je hart stilstaan. Dus wat krijgen ze zoal te eten hier in Burgerzoo? Op dit moment konijnen, voornamelijk konijnen. Konijnen en ratten. En die zijn al dood? Die zijn al dood. Dus hij hoeft ze niet meer te bijten? Hij hoeft ze niet te bijten, maar hij gaat nog wel dat hele proces door van omstrengelen en wurgen. Okay. En dat doet ze wel. En dan, tot hij voor zijn gevoel echt dood is. Ja. En dan gaat hij pas opeten. En kan hij dan wel, als hij zeg maar het eten krijgt, kan hij zich dan in één keer uitrollen? Nee, ze gaan op zoek. Ze gaan hun hol uit. Ze slapen graag in hol. Netpythons die zitten graag in grotten en in donkere plekjes. En op het moment dat ze honger krijgen, en dan gaan ze wel degelijk op jacht. En zij gaan meestal wel op een plekje liggen waar de prooien vaak langer slopen. Dus dan, ze gaan op de loer liggen. Ze gaan niet actief ergens achteraan. Ja. En ze kunnen dat hebben, het zijn koudbloedige dieren. Ja. Dus ze hebben niet zoals wij echt veel verbrandingsstof nodig om het lichaam warm te houden. Nee. Dus als een slang één keer in de maand een flinke prooi slaat, dan heeft hij ook wel genoeg gehad. Ja. En als ze een hele slechte tijd hebben, kunnen ze ook wel een jaar zonder. Met je antwoord. En zoals je net hebt gehoord, eten slangen liever konijnen, maar ik liever dit. Dankjewel voor het kijken allemaal en tot de volgende keer.